Het is er al jaren onrustig, de Palinggracht in Beuningen. Deze week kwam het zelfs tot een verschrikkelijk punt. Er vond een heuse bomaanslag plaats. Omwonenden reageren geschokt. Het was 2:30 in de nacht van maandag op dinsdag. Een keiharde knal midden in een woonwijk. Hier aan de Palinggracht in Beuningen vond een bomaanslag plaats. Buurbewoners zaten meteen rechtop in bed. Ik heb niks gehoord. Mijn dochter die heeft wel eventjes gehuild. Je schrikt er wel van als je het hoort. Ik ben zelf niet meer wakker geworden ervan. Maar om je heen hoor je wel dat iedereen geschrokken is. Deze woning werd eerder ook al eens gesloten. In 2020, voor 4 maanden, na de vondst van een vuurwapen, drugs en een flinke hoeveelheid contant geld. En er is natuurlijk ook al wel veel gebeurd afgelopen jaren. Maar nog geen bombardement, dus dit is nieuw. De woning is zwaar beschadigd geraakt. Volgens de gemeente is de explosie opzettelijk veroorzaakt. Burgemeester Bergman heeft daarom besloten om het pand voor 14 dagen te sluiten. Het onderzoek is nog in volle gang en omwonenden zijn uitgenodigd voor een besloten bijeenkomst. Ja, misschien dat ze vertellen hoe en wat. Wat er aan de hand is. Of ze al iets meer weten. Waarom het is gebeurd en zo. Mensen die er wel last van hebben, dat die iets meer rust krijgen. Dat hoop ik voor hen.